Voor de Mobile Monday van deze keer gaan we een eigen rijk bouwen en dat doen we in ANNO: Build an Empire. In ANNO: Build an Empire zeilen we richting de nieuwe wereld waar jij een nieuwe kolonie kan stichten. Dit is in de eerste instantie een dorp, maar al snel ontdek je nieuwe gebieden en breid je je koninkrijk flink uit. Bij het bouwen van je eerste nederzetting moet je met zo'n beetje alles rekening houden om de bewoners tevreden te houden. Denk hier aan de toevoer van voedsel, maar ook educatie, entertainment en noem maar op. Tot slot moet je nauwkeurig te werk gaan met de plaatsing van je gebouwen, want voor je het weet groeit de kleine nederzetting uit tot een enorme stad. ANNO: Build an Empire is speelbaar op de iPad en is gratis van iTunes te downloaden. Ik had dus verwacht dat ik deze game echt heel erg tof zou vinden, want ik vond Age of Empire geniaal. Maar dit is echt heel erg stom. Het idee is heel erg leuk hoor, je rijk bouwen en het groeit steeds verder. Maar op de iPad werkt het gewoon niet zo heel erg lekker. Je moet slepen en je ziet net niet hoe het allemaal zit en je krijgt de hele tijd van die quests. En dat vind ik niet zo heel erg boeiend. Ik wil gewoon snel iets opbouwen, het moet er snel staan, geen gezeur en dan eigenlijk gewoon vechten met andere rijken. En zo gewoon heel erg rijk worden. De besturing is gewoon niet echt lekker. Je kan beter gewoon met de muis achter je computer zitten. Dus ANNO: Build an Empire voor je mobile device is gewoon niet zo heel erg goed.